we staan in Emma House. Yes. Wanneer is deze container open? Deze container is op maandag open. Van hier tot half vijf. En dan komen wij alle kinderen die hier willen komen spelen. Met alle, Je hebt een Angerslo container. Klopt. Wanneer is die open? Die is op woensdag open van 2 tot half 4. Oké. Okay. En met hetzelfde idee, iedereen is welkom. Alle kinderen mogen komen spelen. We staan hier in Emma House met een buurtcoach. Wat is een buurtcoach? Een buurtcoach houdt zich eigenlijk bezig met alles wat met beweging te maken heeft, met voeding te maken heeft, met gezonde leefstijl te maken heeft, leefstijlveranderingen te maken heeft, leeftijden van 0 tot 110, alles wat duursporter wil bewegen, fitter wil worden, wil te maken. Ja. En jullie werken vanuit de gemeente? Wij werken vanuit de gemeente. Oké, dus elk gebied in de gemeente heeft een buurtcoach? Elk gebied heeft er in principe twee. Twee buurtcoaches die, wat ik net zei, werkzaamheden doen voor de inwoners van de hele gemeente. Oké, en jongeren die hier komen, die kunnen jou gewoon aanspreken als ze iets leuks in gedachten hebben of ook gewoon bewoners? Zeker, op het moment dat er jongeren hier naartoe komen en wij zijn hier, dan kunnen we vragen stellen, gesprek gaan, alles wat wij doen. Maar ook inderdaad wat de jongeren willen, bericht op de bewegen, het sportieve gedeelte, maar ook zeker bewoners. En dan dat zij zeggen van er is bij ons in de wijk geen speeltuin, er zijn geen speeltoestellen. Wat kunnen jullie voor ons betekenen? We proberen verbindingen te leggen. We proberen om initiatief wat uit te laten. Ja. Hey, en dan komt de zomer eraan. Is daar al een kalender voor? Of? Nou, voor ons, bij ons niet. Niet in Emmerhout. Wat we wel in een kabel zien, actief in Emmer.nl kunnen kijken. Een hele zomeraanbod daar wil staan. Eigenlijk wordt overal wat georganiseerd. Dan gaan wij aan het einde van de zomer voor ons nog wel iets doen. Oké, maar dat is nog niet heel bezig. Blijft deze container open? Deze container gaat 3 weken dicht. De eerste 3 weken van de zomervakantie. En daarna gaat hij weer. Mijn naam is Thijs Arneke, buurtsportcoach in Emmen-Zuid, Bargeres, Delftlanden en de Rietlanden. We zijn hier bij de spelcontainer in Bargeres, in de Kuil. Deze is elke woensdag geopend om 2:30 tot ongeveer 4:00. Iedereen is welkom en kan lekker buiten spelen met ons. Iedereen kan meedoen, alle leeftijden zijn welkom. Ook hebben we een speciale activiteit hier bij de Kuil. Zo hebben we 18, 19 en 20 juli de Sport en Spelweek. Hier kun je binnenkort voor opgeven via actiefvanemmen.nl. Maar die link komt nog voorbij via alle scholen en onze Facebookpagina. We staan hier in Emmen Gepasschum bij de mooie spelcontainer van de buurtsportcoaches. Ik sta hier met Lilian. Yes. Lilian, wie ben jij? Ik ben Lilian, de buurtsportcoach van Gebied de Monde. Samen met Koniek. En dat Gebied de Monde is Emmen Gepasschum van Zwinkel. Tof. Ja. Hey, en we staan hier bij één spelcontainer. Hebben jullie nog een spelcontainer? Nee, we hebben er één. Eén? Dus, één in Emmen Kompas en dat is ook eigenlijk alles voor het hele gebied. Oké, okay, en wanneer is die elke dag open? Of? Nee, we zijn op de woensdag open, elke woensdag, van 2 tot 3:30. Okay. Dus als alle kinderen vrij zijn, kunnen ze hier komen. Oké, en die kunnen hier gewoon komen en dingen uit de spelcontainer pakken? Ja, mee spelen en daarna weer terugbrengen als ze er klaar mee zijn. Oh, tof. En dan zijn wij hier ondertussen om, als kinderen het niet weten, iets met ze te ondernemen. Ja, en ik kan me voorstellen, je zegt het hele gebied, maar als ik nou in Nieuw-Weerdingen woon en ik wil wat doen, kan ik dan bij jou terecht? We organiseren overal wel activiteiten, we hebben alleen hier alleen een spelcontainer. Oké. Okay. Dus we zijn ook wel in Nieuw-Weerdingen, maar dan zonder een spelcontainer. Ja, en dan komt de zomer eraan. En hebben jullie daar al activiteiten voor? Ja, een vol programma. Echt van begin tot eind is het gevoel. Dus elke week is er wat te doen voor bijna iedere leeftijd. Oké, okay, en dus, waar kan ik dat vinden als ik jongeren ben? Op onze website, dat is actiefinemmen.nl. En daar komt alles op te staan. Dan kan je je opgeven en langskomen op de dag dat er activiteit is. Mooi, goed geregeld. Nou, bedankt. Ja, geen probleem. Ja. Goedemorgen, we zijn hier bij de spelcontainer in Emmermeer. Mijn naam is Diede, ik ben 23 jaar en ik ben de buurtsportcoach uit Emmermeer en Emmercentrum. En we staan hier in het Haagjespark in Emmermeer. En we staan hier voor de spelcontainer. De spelcontainer is een plek in het Haagjespark waar je kennis kan maken met heel veel verschillende soorten sporten. De spelcontainer zit helemaal vol met heel veel verschillend speelmateriaal.
bijvoorbeeld skateboarden, tennissen, badminton, maar ook allemaal circusdingen of voetballen kun je hier ook. En ook hebben we een planning altijd hier staan. En daarin kun je zien wat het te doen is. Zoals hebben we de buitenspeeldag gehad. En we hadden de vorige week een straatspeltoernooi. En vandaag gaan we oefenen voor het stoeprandtoernooi, waarvoor je ook kan opgeven. En de volgende week hebben we een verrassingsactiviteit met Serena, wat heel erg leuk is. Maar ook organiseren wij dingen erbij, zoals teutersport, waar je voor aan kan melden. Dat doen we in de gymzaal. En als je het heel erg leuk vindt, kom gerust een keer langs. We zijn hier elke woensdagmiddag van 1 tot 4, samen met de studenten. In de zomervakantie hebben we al aangepaste tijden, dan zijn we er niet elke week. Maar als je het leuk vindt, kom gerust een keer langs.